Jean Nelissen Award uitgereikt aan een journalist. Of een, iemand die in de media werkt. Die zich op een belangrijke manier voor de wielersport heeft ingezet. En dat, die prijs is eigenlijk op touw gezet door vriend en ook sportarts Jos Benders. En vandaag dacht Frank Monen, daar kunnen we het over hebben. Maar dat kan alleen maar op één plek. En dat is hier. Dit is Jean. Op de sokkel. Ja? De Jean Nelissen Award, dat is dan de vijfde. Toevallig vanochtend door de kunstenaar Ronald Deussen bij me thuis afgeleverd. En die wordt om de twee jaar uitgereikt. De laatste keer was in april van dit jaar. Hier is Evert ten Napel. Ik ben niet zo snel stil, maar ik ben hier toch even stil van. Toch? Ja, 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 en ook wel emotioneel. Als ik Jean zo zie, die kijkt mij nu aan door zijn bril. Kerel, hè? Ja. Max Meets en daarna Tony Stroeke, Hugo Kams. En Evert ten Napel, onlangs. Zelden zal een sportman in zijn land zoveel beroering hebben teweeggebracht als Eddy Merckx in deze dagen in België. Het monumentje ter ere aan de Neel staat op een plek die symbolisch is voor Jean Nelissen. Midden in het landschap met een magnifiek uitzicht over het Bourgondische Limburg. Nou ja, doet me denken aan vroeger als je met je ouders langs de zee wandelde en je vond een grote schelp. Dan zeiden je ouders, als je straks thuis bent, dan hou je die schelp zo tegen je oor en dan hoor je de zee ruisen. En ik geloofde dat ook. En je hoort het ook ruisen. En dan neem ik je even mee naar de volgende. Je doet zo. Je denkt aan Jean. Je sluit je ogen. En in de schelp van je hand hoor je hier Jean. Dit is Jean Land. Hij moet wel een goede dag hebben. Oh, wat was hij? Joop Zoetemelkman. Oh god, wat een drama misschien.